Dit is EdSet met het nieuws op de social media van dinsdag 6 december. Goedenavond, dit is EdSet en hier ziet u onze keuze uit het nieuws op de social media. Bespreek ik met onze gasten vandaag, Ebru Umar en Richard Koijver. Maar eerst dit. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Gezellig muziekje, dat vindt zelfs Ebru Umar. Vandaag stroomde de social media vol met foto's en filmpjes van Nederlanders die zich op het natuurijs waagden. Van Friesland tot Brabant, bijna overal kon vandaag geschaatst worden. Gerber. Jazeker, en degene die er vandaag ook van hebben genoten, die hebben geluk gehad. Want ja, daar komt hij, de partypoeper. Vanaf morgen is het weer even gedaan met de vrieskou. Dus kunnen de schaatsen weer het vet in. Voor een paar dagen in ieder geval, want daarna gaat het weer vriezen. En zo blijft de temperatuur schommelen. Niet alleen van dag tot dag, maar ook van maand tot maand. Want was september bijvoorbeeld nog uitzonderlijk warm, november, zo maakt het KNMI vandaag bekend, was dan weer de koudste in de afgelopen 20 jaar. Maar voordat u denkt, het loopt dus niet zo'n vaart met die opwarming van de aarde, helaas. Want over het gehele jaar genomen gaat 2016 waarschijnlijk toch het warmste jaar ooit worden. Warmer dus nog dan het vorige recordjaar. En dat was 2015. Dus, schaatsliefhebbers, ik zou zeggen, pluk de dag, Paul. Ja, zijn jullie schaatsliefhebbers? Ja, zeker. Ja? Toen ik heb een sloot voor mijn, op aan mijn tuin. Oh. En het eerste wat ik dacht, waar zijn mijn schaatsen eigenlijk? Volgens mij liggen die nog ergens in Amsterdam. Ja. En die moet ik even zoeken. Ja. Nou, misschien dat iemand ze wil ophalen. En nee, ook een nee hoor, zelfs met een stoeltje voor lukt dat echt niet. Nee. Wel een sportief type, zo te zien, hè? Ja, ik ben hartstikke sportief, maar niet op het ijs. Veel te glad. Dit gebeurde nog meer vandaag. We maken vandaag een vliegende start met wingsuitpiloot Scotty Bob Morgan. Wie kent hem niet? Nou, dat duurt niet lang meer, want Scotty Bob vliegt niet zomaar wat rond in zijn speciale pakje. Hij doet dat bij voorkeur zo dicht mogelijk bij objecten als bergen, bomen of andere. En laat hij daarnet een YouTube-kanaaltje hebben geopend. En dan Baby Asher. Niet lang geleden was heel social media hashtag verontwaardigd. Asher heeft down en was daarom afgewezen als model. Moeder Meghan deelde haar verhaal onder de hashtag Changing the Face of Beauty. En na alle ophef komt het dan toch nog goed met Asher. Kinderkledingmerk Oshkosh zag wel wat in het jochie en boekte hem meteen. Oh, fijn. Poep op je tapijt. Of een ongelukje met verf in je achterbak. Verslagen door het lot? Laat het zien op Snapchat. Het is de nieuwste rage. Dus, zitten je broodje en je drankje vast in de machine? Bestaat je nummertje niet bij de McDonald's? Of nemen ze je bestelling burger met alleen ketchup wel heel erg letterlijk? Deel het en je zult zien, het kan altijd erger. Ja, doen jullie hier ook al mee of niet? Nee. Op deze manier Snapchat? Nee. Sowieso geen Snapchat. Ik heb geen Snapchat, nee. Nee. Ik heb dat nooit begrepen. Nee. Nou, dan beginnen we voor zelf met Richard, want jij wil het hier af hebben. Agent Frank de Vettere lucht zijn hart op Facebook en gaat viral. In een bijtend stuk beschrijft hij zijn dagelijks werk. Ik werk bij de politie. In de media, op internet wordt vrijwel dagelijks bericht over mij. Samen met mijn collega's gebruik ik veel geweld. We slaan mensen zomaar in elkaar. Ik ben racistisch en schep er een waar genoegen in zoveel mogelijk gekleurde mensen te sarren. Etnisch profileren is mijn hobby. Daarbij ben ik ook nog zo naïef te denken dat het zin heeft. Ja, hij was echt boos, hè? Gefrustreerd ook. Maar het leverde een enorme discussie op. 5000 keer gedeeld, 15.000 likes. Waarom wilde jij het hieraf hebben? Nou ja, die man is natuurlijk heel erg cynisch. Althans, dat hoop ik maar, dat het allemaal cynisch bedoeld is. Ja. En ik denk dat het best wel gevaarlijk is om ongetrainde mensen, want dat hebben we de afgelopen weken gehoord, hè? Geweldstrainingen worden nauwelijks gevolgd. Rijvaardigheidstraining is nog veel erger. Slechts 25% voldoet aan de eisen van de agenten. Ja. Terwijl ze gaan wel allemaal met wapens namens ons de straat op. Gummiknuppels, pepperspray, pistolen. En ja, dan kun je je afvragen. Ik begrijp heel goed dat hij zijn werk goed doet. En ik ga ervan uit dat de meeste agenten opstaan met het idee, ik ga vandaag de wereld weer een stukje beter maken. Maar als het dan fout gaat, dan moet je dat niet bagatelliseren op de manier waarop dat nu gebeurt in dit stukje. Nou ja, maar hij zegt, we hebben wel last van die treitenvloggers. Dat is heel vervelend en zo. Want die geven een bepaald beeld van ons. En dat ergert hem. Nou ja, weet je wat ook heel vervelend is? Als je aangehouden wordt en je ligt al op de grond en er zitten twee mensen op je, dat je dan nog een trap voor je hoofd krijgt. Dat is vervelend. Ik ben zo blij dat deze man mijn advocaat ook is, hè? Dus... Ja, ja. Want, het is, ja. Je hebt hem echt nodig ook, hè, deze man? Ik heb hem echt nodig. En waarom ben je er zo blij mee?
Nou ja, omdat ik zou denken, ik sta aan de kant van de agent als het om die treitervlogger gaat. Maar je kunt ook in die andere situatie zitten, dat je op de grond ligt en twee man zitten op je. En dan heb je Richard wel nodig, ja. Nou ja, Peter de Vries had hier ook vorige week, toen ging het over Mitch en Rieke. Ze zegt, hij verwees juist naar die zaak ook, ja. Hè. Kijk eens even, goed dat de filmpjes waren, want dan konden we zien wat de politie gedaan had. Dan konden we de andere versie zien. Nou ja, vind je het goed dat die treitervloggers hun werk doen? Sterker nog, kijk... En maar vind je dat goed? Ik vind het goed dat mensen aanhoudingen filmen waarvan ze denken dat loopt uit de hand. En dat blijkt ook dringend nodig, want in die zaak van Mitch en Riekes hebben die agenten geweldsrapportages opgesteld. Nou, daar blijkt daar helemaal niks uit. Daar zeggen ze, hij werd onwel in de bus. Nou, we weten aan de hand van die filmpjes allemaal dat hij al hartstikke onwel was voordat hij de bus inging. Wat vind jij van die treitervloggers, Ebel? Was er niks gebeurd. Nou, ik vind het heel kwaad dat hier gelogen wordt, weet je? Dat er gelogen wordt dat iemand onwel wordt in de bus om zichzelf vrij te pleiten. Dan denk ik, je kunt beter de waarheid... Ik denk altijd, de waarheid is zoveel makkelijker om te vertellen. Dus, Het is ook nog eens een keer georchestreerd liegen, hè? Want dat allemaal is zeggen ze hetzelfde. Allerergst, ja. Terwijl de beelden het tegendeel uitwijzen. Nou, laten we kijken naar wat omstanders een keer gedaan hebben bij een hardhandige arrestatie. Ik zag er zo uit. Kijk maar even goed. Nee. Kop schoppen, ook opvullen. Alles. Dat is echt die kopschop ook. Hè. De politie zegt dan... Die man ligt al op de grond, ja. Zitten al twee mensen op... krijgt nog een trap tegen zijn hoofd. En dan zegt de politie van ja, hij heeft iemand beledigd daarvoor. Daarvoor gingen we hem aanhouden. Vervolgens heeft hij de politie aangevallen. U kent de context niet. Dat zijn allemaal de bekende riedels. Nou ja, dat zei dus. De context betekent onder andere dat de politie zegt... we werden aangevallen door een man met een balpen. Die wil die zo om mijn nek steken. Dus ja, je moet je wel verdedigen, toch? Ja, maar niet? Die meneer ligt toch al helemaal op de grond? Die wordt al in de boeien geslagen. Moet je hem dan nog tegen zijn hoofd schoppen? Volgens mij is dat gewoon zo strafbaar als de nee. Ook als je dus niet zonder dit soort filmpjes en zonder die treitervloggers ook. Nee, die treitervloggers, tenminste als ik aan een treitervlogger denk... dan denk ik aan die gasten in Zaandam. Ismail Ilgun, die zijn maatjes opdracht geeft om een agent belachelijk te maken. En die agenten hinderen in hun werk. Dan denk ik niet aan omstanders die iemand die op de grond ligt zit te helpen. Treitervloggers is wel wat anders. Dat vind jij ook, dat verschil, heel groot? Dat is een heel groot verschil. Kijk, die treitervloggers zijn uit op kijkcijfers, op bejag. Terwijl dit filmpje is daar niet op uit. Maar is erop uit om de waarheid aan het licht te laten komen. Zoals we heel blij zijn dat bij Mitch Henriquez er mensen waren die dat gefilmd hebben. En daarna pas, toen die filmpjes viral gingen, is er een fatsoenlijk onderzoek gestart. Ik wil toch even laten zien hoe hierop gereageerd. Het was heel divers namelijk. Kijk maar, zie je, dit is allemaal... Hier beginnen respect, top verwoord en daarna geweldig. Alleen maar respect voor politie. Maar ook natuurlijk andere, bijvoorbeeld dit. Ik heb dit stuk vol walging gelezen, lekker in de slachtofferrol. Nou, zo gaat het een beetje door, hè. Dus gewoon mensen denken er op totaal verschillende manieren over... en niet voor niet zo extreem veel reacties. Uiteindelijk mag de politie en mogen wij allemaal blij zijn... dat er toch heel veel gefilmd wordt. Want de politie gaat ook niet altijd... Kijk, het lokt veel reacties uit, maar dat komt denk ik ook... omdat je, als je een beetje nadenkt, je kunt beseffen... ja, ik kan daar zelf ook een keer liggen. En dan ben je ook blij als iemand filmt wat er met je aan de hand is en met je gebeurt. Hé, broer, we gaan naar jou, want jij wil het hier af hebben. Hé, hey, ken je me nog? Je was me vergeten, hè? Dat is het mooie van een virus. Ik ben onzichtbaar, maar ik zit zeker niet stil. Sinds kort ben ik weer helemaal terug. De zaken liepen nog nooit zo lekker. Ik heb overal machtige vrienden. Zij houden de zwakke kwetsbaar. Ik duik overal op, grenzen interesseren me niet. Ik pak ze allemaal. Homo's, hetero's, ik maak geen onderscheid. Ik ben 's werelds grootste ladykiller en ik vermoord zo'n 300 kinderen per dag. Ja, deze campagne is dus door het AIDS-fonds teruggetrokken naar klachten van AIDS-patiënten. Wat vind je ervan? De eerste keer dat ik deze reclame hoorde, zat ik in de auto. Ik heb de beelden nog nooit gezien. Ja. En ik was meteen gegrepen. Ik dacht, wie ben ik? Het was een soort van raadsel. Ja. En ik wist hem, halverwege. En toen dacht ik, hè? Zijn er nog steeds zoveel slachtoffers van AIDS? Of mensen die lijden aan HIV? Ik vond het een hele informatieve commercial. Heel erg goed. En de commercial ging in de ik-vorm. Het virus een stem geven, het virus vertellen wat het virus allemaal aanricht. Ik vond het heel erg
knap bedacht. Oscar Hammerstein heeft al 30 jaar hiv en hij zegt... daar kun je in Nederland heel goed mee leven, kun je heel oud mee worden... net zo oud als je het niet zou hebben. En daarom ergert hij zich aan, dat kunnen we hier ook zien. Hij is er boos op, hij zegt hiv-patiënt in geweer. Dat gaat dus over Hammerstein, advocaat, die al 30 jaar hiv-besmet is. Maar... en hij zegt, wij worden als moordenaars neergezet in de Telegraaf. Daarom is hij boos. Dat vind ik echt heel grappig dat hij dat zegt. Want die commercial gaat niet over Oscar Hammerstein, de patiënt. De commercial gaat over het virus. Het anonieme en niet zo anonieme virus. En niet over degene die besmet is met het virus. Het is een waarschuwing tegen het virus. Ik wil het even vragen aan de collega, confrère, geloof ik, Richard Korver, van Hammerstein. Nou ja, het richt zich volgens mij ook niet eens tot de patiënt... maar het richt zich tot hen die mogelijkerwijs nog slachtoffer kunnen worden van dat virus. Ja. Dus ik moet je zeggen, toen ik hoorde het ook in de auto... ik was helemaal geïntegreerd en ik dacht... eindelijk krijgen we weer eens een goede thrillerachtige serie. Daar werd ik in teleurgesteld, want toen bleek het een commercial te zijn. Maar ik dacht, het is een soort aankondiging van een fantastische nieuwe serial killer. Maar nou, dat bleek het niet te zijn. Grenzeloos sloeg ik ook op aan. Ja, ik kan het heel erg waarderen dat er op deze manier, dus een innovatieve manier, aandacht wordt gevraagd voor een probleem wat al heel oud is. Waar mensen misschien ook wel een beetje moe van zijn geworden. Wat vind je van Hammerstein? Nou, die zelf-HIV-patiënt is al 30 jaar, die zegt, wij worden als moordenaar neergezet op deze manier. Ja. In Nederland speelt dit gewoon niet meer. Dus het dat moet je niet doen. Het gaat niet maar, om hem. Nee, ik heb het ook niet zo geïnterpreteerd. En, het kan natuurlijk zijn dat als je ergens naar hoort dat je jezelf daarin herkent. Maar dat is weer eens iemand beledigd. Maar toch, er wordt wel een spot teruggetrokken. Dat is niet de eerste deze week. Want deze week of afgelopen week ook gedoe, ophef over de radiospotjes van Barry Hay. Hè? Barry Hay, naar aanleiding van de biografie. Kijk maar even. Seks, dat is lange tijd toch wel de grote drijfveer geweest. Ik wist gewoon niet waar ik met mijn sperma naartoe moest. Een supergeil baasje was ik, al heel vroeg hoor. Godzijdank is dat een stuk minder geworden. Maar het was gewoon een soort ziekte. Dat je zo heet bent, dat je gewoon moet. Lees Hey, een hilarisch en meeslepend boek... over de grootste rockster die Nederland ooit gekend heeft. Herkenbaar, Richard, wat hij zegt? Nee. Het is geen advocatenvirus dat ik maar nu ga vertellen. Nog steeds intrigerend als je dit iemand op de radio zou horen zeggen. Ik heb hem vandaag op internet gehoord. Ja. En ik heb ze daarna allemaal afgeluisterd. Ik hoor niet wat hier mis aan is. Hoor het gewoon niet. Ik vind het de vertrutting van deze tijd. Ze mogen pas na 9 uur door de sterren worden uitgezonden. Wat voor tijd leven we tegenwoordig? Maar ook de Ora, die heeft dat spotje toch ook teruggetrokken. Ja, die was ook echt wel seksistisch. Ja, zet er dan een knappe vent neer. Nou ja, die was misschien over de rand. Maar nee, het de is vraag altijd is... die vrouw. Zet er dan gewoon eens een knappe vent. Het was heel cliché. U hoort het. Ja. Verzekeraars in den landen. Zet gewoon een knappe man neer. Ja. Ja, ik denk dat ik nu toch eerder met Richard even ben. Zometeen in EdSets. Antidemocratische clubs, die moeten verboden worden. Gaat dat het CDA lukken? Want die partij wil dat. Praat Twitter, app en deel mee even. Ja, EdSet Televisie. Tot zometeen. Welkom terug bij EdSet met ons dagelijkse overzicht van alles wat er speelt op de social media. Met Ebru Umar, met Richard Korver en met Wierd Duk. Vandaag trok het CDA ten strijde tegen antidemocratische clubs. Als het aan het CDA ligt, komt er snel een verbod op antidemocratische clubs. Kamerlid Pieter Heerma dient hiervoor een initiatiefwet in. Je ziet dat allerlei antidemocratische clubs, bijvoorbeeld partijen die de sharia in willen voeren, ook in onze moskeeën steeds meer voet aan de grond proberen te krijgen, salafistische organisaties, en dat Nederland maar beperkt mogelijkheden heeft om dit soort organisaties te verbieden. Ja, hij verwijst ook nadrukkelijk naar de aanpak in Duitsland, Wiert. Jij heel lang correspondent daar geweest, je weet wat hij bedoelt. Is het terecht dat hij dat doet? Nou, dat is in Duitsland ook heel moeilijk om die clubs te verbieden. Er is wel een salafistische organisatie verboden recent. En nu blijkt dat die mensen die daar dus de dienst uitmaken... die zijn onmiddellijk weer begonnen onder een andere naam. Dus die krijg je gewoon niet van de straat. En waar je ook naar verwijst, althans de publicaties waarin Heerma wordt genoemd... die verwijzen ook naar een verbod op de NPD. Dus een neonazistische partij in Duitsland. En dat is niet gelukt. Maar die is nog niet verboden. Dus de afgelopen jaren al heel lang zijn er pogingen om die partij te verbieden. En het lukt telkens niet. En nu ligt het nog onder... In januari, meen ik, dus volgend jaar... wordt dan weer bekeken of die partij toch verboden kan worden. Dus zo makkelijk is het in Duitsland. Maar hij had dit niet kunnen doen, die verwijzingen maken naar Duitsland. Nou, niet zo één op één, want dat kan helemaal niet. Terwijl in Duitsland is het gevaar bijvoorbeeld van extreem rechts... veel groter dan in Nederland. Er zijn echt veel extreemrechtse clubs. En die worden ook zwaar gevolgd door de veiligheidsdiensten, binnenlandse veiligheidsdiensten en zo. En toch kun je ze niet zomaar verbieden. En die salafistische clubs, gaat Duitsland daar harder mee om dan wij?
Ja, ik denk het wel, ja. Dus althans in de zin dat zijn vaak van die invallen, zie je echt zo'n politiemacht die moskeeën binnentrekken en zo. En dan worden weer een aantal van die mensen opgepakt. Maar ja, het gaat hier om die Pierre Vogel, zo heet die man. Dat is een bekeerling, dat is een van de bekendste predikers daar in het Roergebied. Maar die sharia-predikers? Ja, die sharia-predikers en zo. En je ziet dus, als hun, wat ik zei, als hun club wordt verboden, dan gaan ze gewoon onder andere naam gewoon weer verder. Dan gaan ze, doen ze weer precies hetzelfde. Dus jij denkt dat het geen zin heeft? Nee, het heeft weinig zin. Dat vind ik sowieso. Dus wel verboden, zeg. Wat zeg je? Ze worden dus wel verboden en gaan dan onder een andere naam verder. Ja, die salafistenclub, een van die salafistenclubs is dus verboden. Ja. Want dat komt heeft dan met de oproep tot geweld te maken, omdat ze recruteren voor de jihad in Syrië en zo, in het Midden-Oosten. Dus op basis daarvan kun je ze verbieden. Maar als je die mensen niet opsluit en zeg maar opnieuw programmeert, dan blijven ze gewoon bezig met hun. Zit u voor zover ik het kan beoordelen en jurist aan tafel, Richard Korver. Hoe zit het eigenlijk precies als je dat wilt doen in een rechtsstaat? Nou ja, het is heel lastig. Ik bedoel, we hebben het gezien. Met pedovereniging Martijn. Die is op een gegeven moment verboden. Gaan ze ondergrond? Ja, dat is de kritiek daarop. Hè? Dat je dan niet meer ziet waar ze zitten. En ze dus ook niet zo makkelijk kunt controleren. Je hebt het gezien met motorclubs. Dat is mislukt. Dat gaat men nu weer proberen. Dus roepen van wat antidemocratisch is of niet democratisch is, dat moeten we verbieden. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet gewoon zeggen, als je strafbare handelingen doet, als je oproept tot geweld, aanzet tot haat, dat soort dingen, criminele handelingen verricht, drugs importeert, dan gaan we je oppakken. Ik denk dat we het al druk genoeg hebben. We vroegen het ook aan Juri Albrecht van het debatcentrum De Bali. En die reageerde via WhatsApp op deze manier. Die gedanken zijn vrij, zeggen we al heel lang de Duitsers na. He? Gedachten zijn vrij. Daden kunnen wellicht bestraft worden. Maar partijen verbieden omdat ze irritant zijn, omdat ze je niet aanstaan, omdat ze niet nastrevenswaardige doelen nastreven, omdat je ze gewoon niet kunt hebben, dat is geen goed idee. Kijk, de SGP bijvoorbeeld ondersteunt dit wetsvoorstel van het CDA. Maar de SGP moet zelf uitkijken dat ze niet verboden gaan worden, omdat ze vrouwen discrimineren. En we hebben al lang het strafrecht. En daar kunnen we ook salafistische bewegingen mee aanpakken. Want als die dingen propageren die verboden zijn, namelijk het doden van mensen of het verminken van vrouwen omdat we hun clitoris willen afsnijden, dan mag dat al lang niet. Dus gebruik het strafrecht en laat zulke bewegingen zich niet verbergen achter vrijheid van godsdienst. Want als je iets doet als beweging wat niet mag, dan moet je strafrechtelijk aangepakt worden. Ja, strafrechtelijk doen, Ebel. Dus salafistische bewegingen, sharia-predikers gewoon niet verbieden, maar strafrechtelijk aanpakken. Aanpakken en dan mag ik hopen dat we ze ook kunnen wegzetten. En dan het liefst wat mij betreft voor de eeuwigheid. Ik geloof niet in herprogrammeren. Nou ja, deradicaliseren. De Duitsers hebben wel hele goede deradicaliseringsprogramma's. Omdat ze dus zo lang al decennia te maken hebben met neonazies. Hè. Je hebt van die Austijken, die houden dan weer op. En die komen dan in een deradicaliseringsprogramma. Ja, zijn er voorbeelden bekend waarin dat geholpen heeft? Jazeker, ja. Dat doen ze dus heel goed. Daar kunnen we, hè, daar kan Pieter hier maar beter een les aan nemen. Die programma's gewoon overnemen, omdat die succesvol zijn in. Komt het dat er dan nog wel steeds weer nieuwe neonaties komen? Als je toch ook aan de ene kant mensen bekeert of moet bekeren? Nou ja, omdat neonaties zijn natuurlijk altijd overal. En in Duitsland heb je daar een extreme voedingsbodem voor in de voormalige DDR. Dus, maar goed, dat is een heel sociologisch probleem en cultureel probleem ook, dat wij hier in mindere mate hebben. Maar hoe dan ook die het is een heel ingewikkeld woord, deradicaliseringsprogramma's, die zijn best succesvol, dus daar zouden we eigenlijk beter naar kunnen kijken. Ja, misschien weten onze volgers op Twitter dat ook, of juist niet. Ik ben benieuwd hoe ze gereageerd hebben. Ger. Ja, goed, wij peilden het sentiment via onze account @ztelevisie in aanleiding van de volgende stelling. Nederland moet net als Duitsland alle antidemocratische clubs verbieden. Uitslag is duidelijk. 67% zegt ja, maar 28% zegt nee. 5% geen mening. Maar ja, wat dus niet duidelijk is voor de mensen op Twitter is van ja, hoe bepaal je dan eigenlijk wat ondemocratisch is? En begeven we ons niet op een hellend vlak, ja. Paul? Ja. Nou ja, Ebo, jij natuurlijk altijd strijden voor het vrije woord. Dus vind je uiteindelijk ook al ben je het totaal niet mee eens, ook al zijn sharia-predikers, toch moet je ze niet verbieden? Ik vind dat sharia-predikers een gevaar voor onze veiligheid zijn. Ik vind dat echt. En het is ook niet. Begin er niet over. Ik word er gewoon hels van. Het zijn mensen die in een andere. Ga je gang even. Die in een andere tijd leven, die niet willen accepteren dat we in deze tijd niet meer doen aan achterlijkheden zoals sharia en stenigen en handen afhakken en vrouwen opsluiten en ketenen en gewaden over hun hoofd trekken. En dat lijkt dat niet te deradicaliseren, zoals ik het zou horen.
Ik kan me dat niet voorstellen, maar blijkbaar hebben ze in Duitsland goede programma's. Maar ik zou niet met iemand die deradicaliseerd is in dezelfde straat willen wonen. Want ik zou die persoon nooit en nooit en nooit vertrouwen. Dan blijf je je leven lang gederadicaliseerd. Of gaat het inderdaad per week op en neer? Dat kan ik niet zeggen. Maar het is wat Yuri zegt, die gedanken zijn niet vrij. En het eindigt bij oproep tot geweld, wat mij betreft. En weet je, je moet heel ver gaan in de vrijheid van meningsuiting. Anders kun je bezig blijven natuurlijk. Ja. Dus het kan hetzelfde geldt voor Wilders. Dat... Wat wil je erover zeggen? Dat kan niet meer. We gaan naar de winnaar en verliezer van de dag. Gerber. Ja, dan kijken we elke dag even naar de winnaar en verliezer van de dag op social media. En ja, sneeuw in Saoedi-Arabië of op Hawaii, dat is bijzonder. Maar ja, sneeuw in Canada natuurlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd even goed weten hoe daarmee om te gaan. Oeh, ja, geweldig. Hè? Goeie muziek al. Nee. De hele ochtendspits van Montreal maakt met elkaar kennis op deze manier. En de grootste grap is dat zelfs de strooiwagen niet aan dit lot ontkomt. De gladheidsbestrijders van Montreal, zal ik maar zeggen. De verliezers van de dag op social media. En ja, glij is wel degelijk genieten, weten wij hier in Nederland in ieder geval. Niet alleen in Drenthe en Friesland, maar ook in Brabant. Om precies te zijn, in Bladel. Waar deze man, die straks in beeld komt, gelooft u mij maar, Jan Broens, vanaf vrijdagavond met een collega-vrijwilliger elke avond tot laat is bezig geweest om laagje op laagje te spuiten om een ijsvloer te maken. En dat is genieten. Dus we zijn nog een paar dagen bezig geweest en het gaat goed. Dus, U bent er helemaal een beetje emotioneel van, hè, dat het weer gelukt is. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, goed. Daar kan ik ook niks aan doen, dus... Ja, even, sorry. Mooi, hè? Maar ik doe dat helemaal graag. En we steken er wel uren in. En dan de mensen, het is geweldig, hè? Ja, de hartverwarmde vrijwilliger. Meneer Broens, winnaar van de dag op social media. Paul. En dit was het set. Ik dank Richard, ik dank Ebro, ik dank Wiert. En we zijn er morgen weer. Tot morgen of al eerder op social media. Fijne avond. Dag. Oké, dank je wel. Thank you. Dank je.